Op donderdag 28 november was het precies 25 jaar geleden dat Jumbo haar 11e winkel opende in de Verdonkstraat in Zomeren. Inmiddels heeft Jumbo een kleine 400 winkels door heel Nederland. Sinds 2007 staan Harry en Marjan Welte samen met vele medewerkers iedere dag klaar om de klanten te ontvangen in hun winkel, die nu gevestigd is in de Speelheuvelstraat. Het zilveren jubileum van Jumbo Zomeren vieren Harry en Marjan samen met de klanten. Harry en Marjan Welte, we vieren vandaag 25 jaar Jumbo in Zomeren. Dat is niet 25 jaar Harry Welte in Jumbo. Nee, dat klopt Harry. We zijn bijna 7 jaar Jumbo hier in Zomeren. Jumbo Welte dan. Daarvoor was het 18 jaar Jumbo in de Verdonkstraat. Begonnen in, vanaf 28 november 1988. Zijn ze begonnen met een heel kleine winkel. Hoe waren ze? Ja, Jumbo veneert groothandel eigenlijk. De Jumbo-naam was net bedacht. Jullie hadden een andere winkel, of niet? Ja, maar de EDA hadden wij. Wat zaten jullie toen? Zaten we hier op deze locatie, alleen de oude. Gebouw nog. Ja. Nog even een tijd dat hier gebouwd werd, ben je nog even erg anders geweest, Harry? We hebben op de Zuidrijn gezeten in een chalet, noem ik het altijd. Prachtig ding. Het waarde dak soms eraf. We hebben 3 jaar gezeten en toen hebben we het nieuwbouw, toen de tijd EDA gedaan, ja. Je ging van de EDA naar de Jumbo, waarom was dat? Nou, op een gegeven moment trok moederbedrijf Laurens de stekker uit EDA. En wij hadden gelukkig de afspraak dat wij zelf konden kiezen naar welke formule wij konden. En toen ben ik heel snel bij Jumbo terechtgekomen natuurlijk, want ja, dat was de formule voor mijn probleem op te lossen. En dat was omzet gaan maken. Jumbo was toen net hot, toren, die ging toen als een speer? Ja, we hadden toen al wat komma's overgenomen en 2 EDA-winkels. En wij waren winkel 96 van Jumbo toen. Nou, vandaag de dag, op dit moment hebben we net geen 400, maar in 398 vandaag. Hoe lang zit je al hier nou? 7 jaar bijna. Ja. Ik snel, Marjan. Heel snel. We zijn zo oud, zei Roon. Ja. Maar leuke uitdaging. Dus ja. Jullie doen als duo, zeg maar. Hoe zien jullie de dag eruit hier bij de Jumbo? Vroeg beginnen? Ja, we beginnen op tijd. Harry is meestal rond 7 uur hier. En dan doet hij zijn ding wat hij moet doen. Ik ga thuis eerst nog administratie bijwerken. En dan ga ik hier helpen en hand doen. Zeg maar hand- en spandiensten. En ja, waar ik maar kan helpen, ben ik er. Het goed met z'n tweeën. Ja. Ja, we doen het al heel lang, hè? We doen het al heel lang. Vanaf 17 jaar kennen we elkaar vanuit de winkel. Vanuit de EDA-winkel hebben we elkaar ontmoet. Dus ja, we weten precies hoe de hazen lopen in deze handel. Hoe ben je erin terecht gekomen in deze handel? Hoe ben ik erin terecht gekomen? Via een kameraad van mij, die wist dat in Helmond nog een plekje was bij de EDA. Toen het heet het Koolpark aan het Knaal. En daar ben ik toen gaan solliciteren, ben mee aangenomen. Ik kwam thuis, ik zit in onze pa, in Helmond werken bij de EDA. Nou, toen viel hij van zijn geloof af, want wie gaat er in Helmond werken en ook nog bij de EDA. Dus er waren misschien voor mij toen de tijd iets anders weggelegd. Maar goed, ik vond dat ik dat moest doen, ik was een winkeldier en dat ben ik nog. Wat is dat mooiste van zo'n werk? Het mooiste van dit werk is dat je nooit niet weet wat de volgende minuut ons brengt. Nee, het is elke keer een verrassing. Wij weten niet wie nou door de deur binnenkomt. Ja. Vind je het belangrijk dat je contact hebt met de mensen dan? Ja, vind ik heel belangrijk. Alleen de laatste tijd gaat het niet meer vanwege de administratieve taken die je erbij hebt. Het werk is veranderd, Marjan, afgelopen jaren. Ja. Ja? Ja. Ja, veel administratie, zeg maar, Ariel. Ja, dat wel. Dat doe ik veel thuis, wat dat betreft, zeg maar. Hè. Dat je maar ook weer... Ja, ook... Ja. En het kan natuurlijk niet allemaal met iedereen praten, want het is hier zo druk geworden afgelopen 7 jaar. Ja. Ja. Ja, ja, hoe is die groei hier gekomen? Want je ziet wel dat het gegroeid is. Ja, in ieder geval. Ja, hoofdzakelijk is dat natuurlijk dat iedereen probeert het grootste deel van de koek weg te halen. De koek is bekend, wordt niet groter. Hè. Dat is vergrijzing, noem maar op. Mensen gaan anders eten, er is meer aanbod. Ja, degene die het beste doet, die krijgt het grootste deel van de koek, zeg ik altijd maar. En dat blijven we gewoon nog elke dag doen. Ook al komen er andere winkels bij. Maar we toch onze koek te blijven behouden. En onze klanten natuurlijk. Wat verschilt Jumbo nou van andere winkels? Groot assortiment. Persoonlijke invulling van onze mensen die hier werken. Al heel lang bij ons werken. 2 zelfs al 25 jaar. Ja. Dat zegt ook al iets. En er zijn nog een paar meer geweest. Onze slager bijvoorbeeld, die werkt al 30 jaar bij ons. Bij Jumbo dan. Ja, assortiment. Het personeel.
En natuurlijk niet de prijs. En de persoon invullen van ons. Ja. Kijk, we kunnen partijen inkopen. Wij kunnen heel veel. We doen ook streekproducten. We doen met diverse leveranciers uit de buurt zaken. Ja, dat brengt ons dat we snel op de markt kunnen inspringen. Je hebt ook een beetje vrijheid, want je ziet overal Jumbo, HWL, de plek van gewoon Jumbo. Ja. Je hebt er iets te zeggen hier. Ja, ja. Ja, we zijn een beetje eigen baas en eigen huis. Hè? Wij komen nog uit het oude regime, zal ik maar zeggen, waarin veel meer vrijheid vroeger was dan nu. Nieuwe franchises die zijn meer gebonden aan het moederbedrijf. Wij hebben nog andere afspraken waar wij ruimte hebben om dit te doen. Ja. Waar ik een stempel druk jij hierop als je... Ja, we doen allerhande acties, inkoopacties, maar we doen ook bijvoorbeeld een tassenactie met mijn groente en fruit. We kopen zelf vlees in bij leveranciers in de buurt. Ik kan niet alle namen noemen, maar goed, dat kan iemand anders dus niet. Dat doe je maar niet, dat wordt bij één bedrijf gekocht. En wij kunnen gewoon kijken van wat past bij onze klant. Ja. Dan hoort wel eens ooit Harry wel te klagen dat er zo weinig parkeerplaats is. Ja, ja dat klopt. Dat is en blijft. Dat is niet zomaar een klacht, hè? Nee. Ja, in alle onderzoeken die wij intern houden, blijkt inderdaad wel heel slecht geworden op parkeren. Dat het te druk is of zetten mensen de auto neer die ze niet thuis horen? Niet te druk. We kunnen best veel binnen de muur aan. Alleen ja, mensen komen nog steeds met een auto boodschappen doen. En dat verandert in zomer voorlopig niet. En dan is mijn 59 parkeerplaats op eigen terrein is wel heel weinig. Ja. Wat kunnen we daaraan doen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik kan er wel iets op antwoorden, maar... ondergronds of bovenop. Wij zijn al 4 jaar aan zoekende oplossing voor dit probleem. Ik hoor zelfs van, als het aan hem ligt, dan gaan ze hier weg en dan gaan ze op een andere locatie zitten. Is het allemaal roddel? Nou, er is wel veel geroddel bij, maar... Ja goed, iedereen weet dat ik gewoon hier niet kan groeien. Het grootste probleem is parkeren. Ja. En nieuwe winkels, afhaalpunten, bezorgservice, al die dingen die ik dan eigenlijk wil doen, die kan ik hier niet ontwikkelen. Ja, maar aan de andere kant, deze winkel ligt wel midden in het centrum en als Harry Welt hier weggaat, dan haal ik mijn hart vast. Ja, maar, dat zegt de gemeente denk ik ook, geen, maar we zijn geen gigantische afstand. Een publiektrekker hier. Dus jullie luisteren als ze willen dat hier blijven. Zeker, dus ondergronds of boven op het dak of ik weet niet hoe dat ze het willen doen. Allee, ja, dus parkeren. Ja, we zijn klanten trekken, maar ja, we worden ook belemmerd. Omdat we natuurlijk het parkeerterrein moeten delen met alle ondernemers ook aan de poststraat. Ik heb ook gehoord dat de mensen van buiten zomer hier nog makkelijk komen winkelen. Dat is toch wel een reden dan? We hebben een aantal klanten die komen bewust voor onze winkel. Ja. Die komen van Sterksel, die komen van Hezen, die komen zelf van Maarhezen. Uit Mierlo. Mierlo. Dat zijn gewoon vaste klanten die gewoon... Ja, die dat tochtje willen maken elke week. En de mensen kennen wel vast, denk ik. Ja, die kennen we en die weten ook wat dit winkelwaantje moeten hebben, dus... Ja. Nou is vandaag het zilverjubileum, wordt vandaag gevierd. Ja. Hoe doe je dat? Hier, om hier te gaan staan bij de fruithandel? Nee. We hebben gevierd vanmorgen eerst de winkel een beetje aangekleed. We hebben de twee jubilaarsen, waardoor twee poppen van staan, die hebben de kantine gehuldigd en een cadeautje toegeschoven. En hun bedankt voor 25 jaar inzet en de laatste 7 jaar dan bij ons. Hè? Ja. En verder is het jaar, we hebben een koffiestandje staan, we proberen alle klanten een felicitatie om ontvangst te nemen. En we hebben een paar leuke aanbiedingen voor de klant. En we hebben een eigen folder uitgebracht. Samen met Totality. Mag ook wel eens een keer genoemd worden, een zomers ondernemer. Ja, we hebben zelf bedacht, dus niks van Jumbo bijgekomen. Ik heb zelfs een folder naar Jumbo gestuurd van kijk, wij zomers jongens kennen dat ook. Wat doen we over 25 jaar, Harry? En Marjan? Ik hoop dat ik nog achter de rollator mag lopen. Misschien achter de rollator, dat we dan nog hier bezig zijn. 25 jaar verder, ja.